Als we naar het kerstevangelie luisteren, dan horen we dat Maria en Jozef niet terecht kunnen in de herberg. Er is geen plaats. Terwijl Maria hoogzwanger is en Jozef zorg voor haar draagt. We horen het evangelie dat uiteindelijk buiten de stad de geboorte plaatsvindt. Zoals het derde geheim van de rozenkrans van de blijde geheimen zegt, Jezus wordt geboren in een stal. Er staat niet exact een stal in het evangelie. Er staat wel dat het buiten de stad is, dat Jezus geboren wordt in een voederbak en dat ze omringd worden door dieren. Zelf herinner ik mij een hele romantische stal thuis. Beeldjes die konden in die stal geplaatst worden. Het was een houten frame met een rieten dak en op de achtergrond een geschilderd tafereel van Bethlehem op afstand. Als kind kon je daar naar kijken en kon je ook fantaseren over de geboorte van Jezus buiten de stad. Tegelijkertijd is het bepaald geen romantisch beeld dat hier geschetst wordt. God die mens wordt, die zich klein maakt om ons leven te delen, moet uiteindelijk meemaken dat zijn geboorte niet te midden van de mens is in de bewoonde wereld, maar aan de rand ervan, in een stal. Zoals gezegd, je kunt romantisch kijken naar de kerststal, er een kaarsje bij branden en zeggen, ja, zo was het. De Heer die geboren wordt in een stal. Maar je kunt ook kijken naar de kanten die verwijzen naar de afwijzing. Het Johannes-evangelie zegt, hij kwam in het zijne, maar het zijne nam hem niet aan. Het is goed dat wij ieder jaar opnieuw kerstmis vieren. En dan ook stilstaan bij de betekenis van de plek van de geboorte die stal. De Heer zelf, met zijn grote liefde, is ons nabij gekomen. Maar de wereld stond er niet meteen voor open. En er was zelfs letterlijk een deur dichtgeslagen. Mogen wij, als we denken aan de stal, niet alleen maar romantische beelden hebben van het kerstevangelie. Maar als we luisteren naar het woord van God, ook begrijpen dat steeds opnieuw de geboorte van de Heer ook in de harten van de mensen opnieuw moet opbloeien. God wordt mens, dat is uniek. En wij mogen weten dat allereerst ons hart de plaats is waar Hij welkom moet zijn. Zo kwamen de herders bij de stal en hebben zij hun hart geopend voor de Heer. Zo kwamen uiteindelijk de wijzen na een lange reis bij Christus en hebben ze hun hart geopend voor de Heer. Nadat al eerder Maria en Jozef hun hart geopend hadden voor Gods Zoon die in hun zorgen werd toevertrouwd. Buiten de stad, een ongewone gebeurtenis, met een grote uitnodiging aan ieder van ons, open je hart voor de Heer. Want niet de bedoeling dat hij in een stal blijft liggen. Het is de bedoeling dat hij in ons hart komt en dan geen dichte deur vindt. Ik wens u een zalig kerstfeest en dat uw hart mag openen voor de liefde en de vrede van de Heer. En dat het kerstfeest opnieuw onze dankbaarheid mag laten zien dat God zich zo klein maakt uit liefde om ons leven te delen en ons te willen verlossen. Zalig kerstfeest.